Goedenavond. Vanochtend was er voor de derde ochtendspits op rij een fikse wisselstoring bij Randstad Rail. Hoe kan dat toch? Straks het antwoord op deze vraag. In Zoetermeer willen ze in elk geval serieuze maatregelen. En verder ook mensen uit onze regio waren bij de marathon in het Amerikaanse Boston, waar 3 doden vielen na meerdere ontploffingen. De meeste van hen waren de finish al gepasseerd toen het drama zich voltrok. Maar moeten we ons nu ook zorgen maken om evenementen bij ons in de buurt? En de afgelopen dagen was er veel gedoe over websites van banken die gehackt werden, waardoor mensen geen geld op konden nemen. Om dat in de toekomst te voorkomen, moeten er meer knappe koppen worden opgeleid. Den Haag krijgt daarvoor binnenkort een universitaire opleiding. Dat straks in het nieuws, nu eerst de Randstad Rail. En weer was het raak in Zoetermeer. Door problemen met de wissels reed Randstad Rail niet op tijd. Reizigers liepen voor de derde ochtendspits op rij grote vertraging op. De Zoetermeerse politiek wil nu serieuze maatregelen. Ook vanochtend bleven de seinen op rood voor Randstad Rail. Ondanks doorwerken in de nacht is het niet gelukt om de wissels in orde te krijgen. Voor de politiek in Zoetermeer is inmiddels de maat vol. We hebben net een hele zware winter achter de rug. Mensen hebben dagenlang gewoon geen gebruik kunnen maken van het product Randstad Rail. En een Randstad Rail moet gewoon echt goed kunnen rijden. Die moet er gewoon op kunnen vertrouwen dat je binnen een minuut of 6 een tramstel staat dat jou verder brengt. En dat wordt nu niet geleverd. De Randstad Rail is een zeer belangrijk vervoermiddel naar en van Den Haag. Dus als daar een storing in komt, dan heeft de burger daar last van. Er moet wat gebeuren, vinden de partijen. De lijst Hilbrand Nawijn ziet extra onderhoud als oplossing. Ze zullen meer naar de wissels moeten kijken, meer naar de rails moeten kijken, meer moeten kijken wat er dus moet gebeuren om dit te voorkomen. De VVD wil dat het stadsgewest Haaglanden, de opdrachtgever van de HTM, optreedt wanneer de vervoersvergunning van de HTM afloopt in 2016. Bij de nieuwe vergunning die tegen die tijd op de markt komt, moet dan als voorwaarde gesteld worden dat de Randstad Rail op tijd rijdt. Anders moet het bedrijf of de directeur een boete betalen. Het is op dit moment zo dat het voor de reizigers consequenties heeft. De reizigers die merken al dat ze een boete moeten betalen omdat ze te laat zijn bij de kinderopvang of dat ze te laat zijn op hun werk. Laat het alsjeblieft ook voelen bij die bestuurders. Portefeuillehouder Peter Smit die kon nog niet inhoudelijk reageren, maar wel liet hij weten dat hij het heel vervelend vindt voor de reizigers als zij vertraging oplopen. En ook zei hij dat alles op alles gezet wordt om te achterhalen waar de storingen door zijn veroorzaakt en om de storingen in de toekomst te verhelpen. We praten erover verder met Tjeerd Spoor. Hij volgt voor Omroep West al jaren de ontwikkelingen rond het openbaar vervoer. Tjeerd, ja, we spraken hier gisteren ook al even over de wissels bij het Forenpark in Den Haag. Wat is er nu precies mis met die wissels? Ja, wij begrijpen van meerdere bronnen dat de wissels regelmatig onterecht de melding geven dat er iets mis is. En het sein dat dan bij de wissel hoort springt daardoor automatisch op rood. De tram kan niet meer verder rijden of ja, heel erg langzaam er doorheen rijden op het zicht van de bestuurder. Dat is natuurlijk een probleem en daardoor moeten er dan monteurs aan het werk. Die worden ook opgeroepen van een aannemersbedrijf door de HTM. Die onderzoekt dan de wissel. Maar omdat de sein weer van een ander merk is, moet daar ook nog weer een man van naar de plek. En daardoor duurt het herstel ook steeds erg lang, zo horen wij van bronnen. Ja, nu is het een probleem dat er al langer is. Waarom liggen er dan bij het Forenpark nog steeds van die slechte wissels? Ja, het stadsgewest Haaglanden beslist als opdrachtgever van het openbaar vervoer in onze regio over de aanschaf van dat soort wissels. Zij winnen advies in bij de HTM. Wij horen van mensen bij wisselfabrikanten en ook die bij de HTM werken dat er eigenlijk hele slechte ervaringen waren met de wissels. Die bleken al eerder in de stad te hebben gelegen en toen deden ze hetzelfde, ook foute signalen uitzenden en in storing schieten. Bij de HTM wilden ze die wissels dus eigenlijk helemaal niet in dat Randstad-railtraject. Toch, zo horen wij, schafte het stadsgewest ze aan omdat ze goedkoper waren dan de alternatieve wissels. Die vonden ze eigenlijk simpelweg te duur. Mensen van de werkvloer noemen dat een onbegrijpelijke beslissing. Vooral omdat we er nu jaren later nog steeds last van hebben. Ja, nu ging het vanmorgen dus opnieuw mis. Hè? De derde ochtendspits op rij. Misschien zien we je morgen wel weer hier in de uitzending. In verband met die wissels. Dat kan toch zo niet doorgaan? Nee, dat kan het eigenlijk ook niet. Maar ja, je kan die wissels er ook niet in één keer uitslopen en nieuwe neerleggen. Dat wordt ook een beetje ingewikkeld. Daarom zijn er vanavond ook spoedwerkzaamheden. Ze gaan toch weer repareren aan de wissels die er nu liggen. Dat zal opnieuw zorgen voor grote vertragingen en veel overlast. Want de trams van Randstad Rail kunnen maar op één spoor rijden dan en moeten op elkaar wachten. Dat is dus echt letterlijk even geduld, AUB. Toch, voor de toekomst ziet het plaatje er wel anders uit misschien. Want ja, of die reparatiewerkzaamheden nou echt gaan helpen voor de toekomst, dat is maar de vraag. En wij vernamen ook van mensen dat Siemens
een fabrikant van wissels, inmiddels ook haar dienst heeft aangeboden. Zij had al eerder dure wissels aan Randstad Rail aangeboden. En ja, ze zijn nu wat goedkoper en ze willen ze graag daar neerleggen. Maar ja, dat is dan iets wat op langere termijn zou moeten gebeuren. Dankjewel vanaf de redactie, Tjeerd Spoor. En ja, wij proberen al een paar dagen om HTM voor onze camera te krijgen voor een reactie op alle problemen met Randstad Rail. Maar helaas, ze willen niet voor de camera reageren. Wel zeggen ze in een schriftelijke reactie dat er vanochtend lichte vertraging was en dat de oorzaak van de wisselstoring niet bekend is. Er zijn vanavond dus opnieuw werkzaamheden. 73 Nederlanders stonden er op de startlijst van de marathon van Boston. 11 uit het gebied van Omroep West. Den Haag, Hillegom, Wassenaar, Katwijk, Rijswijk, Nieuwekerk aan de IJssel en Monster. De meeste van hen waren de finish al gepasseerd toen het drama zich voltrok. Anneke Knol uit Nieuwekerk aan den IJssel deed ook mee aan de marathon. Ze was de finish net gepasseerd. En toen hoorde ik opeens een hele grote klap. En je weet eigenlijk gelijk dat het klinkt als een kanon, maar dan veel harder. Dus ik draaide me om en toen zag ik een grote stofwolk boven de straat komen, zeg maar. En op dat moment kwam er ook gelijk een tweede explosie achteraan. Anneke was maar een paar honderd meter verwijderd van de explosie. Dat is een klein stukje verder in de straat. Ik denk een 100, 200 meter. Oh my god. Net 2 minuten ervoor liep ik langs die plek. Dat is echt shocking. Ik kan het niet anders. Heel heftig en heel dramatisch en afschuwelijk dat dat gebeurt. Anneke beseft dat ze enorm veel geluk heeft gehad. Toen begon iedereen te rennen. Ja, en dan denk je ook van, gut, dit is foute boel. En dit is heel erg en... ook wel het gevoel van je staat daar in een grote stad waar dus heel veel mensen bij elkaar zijn. En ja, hoe ga je daar wegkomen, zeg maar? Wat gebeurt er allemaal? En volgens het laatste nieuws zijn er 150 gewonden gevallen en zijn 3 mensen om het leven gekomen, onder wie een jongetje van 8 jaar oud. Isabel, jij praat erover verder. Ja, dankjewel Menno. Ik praat met Sian Schaap van het kenniscentrum Evenementenveiligheid. Ja, zo'n marathon is natuurlijk een evenement wat voor ons ook een beetje dicht bij huis is. We hebben net die PCP-loop gehad. Die van Leiden komt eraan. Andere evenementen zoals Parkpop. Moeten wij hier in de regio ons nou ook zorgen maken? Ja, het type incident wat we nu hebben gezien in Boston, een bomaanslag, hè, dat mag je toch wel zeggen. Dat kan in principe op ieder groot evenement plaatsvinden. Hè. We moeten niet denken dat het niet kan gebeuren. Maar eigenlijk... Ja, om daar nou overal rekening mee te houden, dat gaat wel wat ver. Ik denk dat we eerder moeten beseffen dat het gewoon kan gebeuren. Ja, dat zien we dus nu ook maar weer. En hoe beveilig je zo'n grootschalig evenement? Want er is natuurlijk zoveel mensen, zoveel hectiek. Dus hoe beveilig je zo'n evenement? Ja, en dan is er hier ook nog eens een hardloopwedstrijd. Eigenlijk een van de meest veilige type evenementen wat je maar hebt. Hè, hardlooppubliek is vriendelijk publiek. We weten dat er eigenlijk qua beveiliging normaal gesproken bijna niks nodig is op zo'n evenement. Mensen gedragen zich vriendelijk. Je moet hoogstens opletten dat mensen niet ongehinderd oversteken. Mm-hmm. Want dat mag natuurlijk niet op zo'n evenement. Maar hoe beveilig je het? Normaal gesproken zou je dus zeggen, nou, vrijwilligers, een enkele politieagent her en der is genoeg. We hebben gezien dat het ook anders kan lopen. Maar ja, het alternatief, alles helemaal volledig dicht beveiligen, dat is eigenlijk ook geen optie. Maar wat zijn dan wel opties bijvoorbeeld, nu zeker na zo'n aanslag in Boston, dat je zegt van nou, dat zijn toch echt wel punten bij zo'n grootschalig evenement waar zoveel mensen zijn, waarop gelet moet worden of waar rekening mee gehouden moet worden? Ja, nou eigenlijk zou je bij ieder groot evenement in ieder geval een goede analyse van de risico's moeten doen. Waar zitten die risico's? En bij een evenement wat heel veel media-aandacht heeft, waar heel veel mensen aanwezig zijn, zijn de risico's op dit soort incidenten groter dan bij... een evenement waar heel weinig aandacht voor is. Gewoon omdat kwaadwillenden op dit soort evenementen kunnen laten zien waar ze aandacht voor willen hebben. Dus inderdaad, bij grote evenementen zoals een kroning straks of een groot evenement elders in Nederland, zul je altijd rekening moeten houden met dit soort risico's. Maar hoe ga je er dan vervolgens mee om? Dat is inderdaad de vraag.
Je kunt in ieder geval goed je inlichtingen op orde hebben. Hè? Dus overal je voelsprieten uit hebben staan bij de veiligheidsdiensten. Onder bekende probleemgroepen, op bepaalde websites in de gaten houden wat er allemaal gebeurt. Dat is in ieder geval iets wat je kunt doen. En vervolgens op de plek zelf bepalen waar zitten nou de hotspots. Waar kan het eerste misgaan? Is dat misschien bij de finish? Of is dat een bepaalde plek waar ze langs een bekend gebouw of een bekende monument komen? Daar heb je misschien extra aandacht voor. En daarnaast is het erg belangrijk dat mensen die ingezet worden op zo'n evenement, en dat kunnen ook vrijwilligers zijn, wel beseffen dat ze ook moeten letten op eventueel afwijkend gedrag. Mensen die daar misschien zijn helemaal niet om het evenement te gaan bekijken, maar om het evenement te gaan verstoren. Kan ik dat zelf nou ook bijvoorbeeld? Want ik sta daar dadelijk in dat publiek. Ik ga nu toch een beetje beter opletten. Waar zou ik dan bijvoorbeeld op moeten letten? Of wat zou iets kunnen zijn wat opvallend is en niet zou horen? Nou ja, neem eventjes een volledig dichtgeplakte prullenbak. Ligt misschien voor de hand, want hier is ook een prullenbak gebruikt, heb ik begrepen. Maar daar kan je je van afvragen waarom is dat zo. Dat zou je in ieder geval eens kunnen vragen aan een agent of dat de bedoeling is. Maar het kan ook zijn iemand die in een hele dikke winterjas staat, terwijl het hartstikke warm is. Waarom heeft die man een winterjas aan? Okay. Dat zijn van die dingetjes waar je op zou kunnen letten. En verder, het is niet helemaal dicht te beveiligen. Zo'n evenement als dit, je kunt altijd tot heel dicht bij het evenement komen. Dus we moeten ook accepteren dat er altijd risico's blijven bestaan met dit soort evenementen, helaas. Helaas inderdaad, en daar zijn we ons nu nog meer van bewust. Ja. Nou, in ieder geval ontzettend bedankt voor het komen naar de studio, meneer Schaap. En ik hoop niet tot de volgende keer, want dan betekent dat er weer zoiets aan de hand is. Nee, inderdaad. Goed, bedankt. Gaan we even naar het korte nieuws. Menno. Ja, dankjewel. Voor de overval op juwelierszaak Het Gouden Hart in Nieuwkoop is een derde verdachte opgepakt. Bij de overval eind februari trokken omstanders een van de daders van zijn scooter. Twee overvallers zijn al opgepakt, de derde loopt nog vrij rond. De nu opgepakte verdachte was niet bij de overval, maar is iemand die voorbereidingen heeft gedaan. Vanavond besteedt Team West ook aandacht aan de overval in Nieuwkoop. Het aantal jongeren dat in onze regio werd doorverwezen voor een taakstraf bij bureau Halt is vorig jaar met bijna 11% gestegen ten opzichte van 2011. En dat cijfer is hoger dan de landelijke stijging. Er werden 203 jongeren meer dan het jaar ervoor doorverwezen naar Halt. Opvallende uitschieter is Katwijk met een stijging van 52%. In Noordwijk stuurde de politie 56 jongeren naar Halt en dat is 5 maal zoveel als het jaar ervoor. De stijging is volgens Halt een gevolg van de intensievere aanpak van jeugdoverlast in deze gemeente. In Zoetermeer is vandaag begonnen met de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug, de burgemeester Waaierbrug bij het Westerpark. De brug verbindt het Westerpark met het nieuw aan te leggen recreatiegebied Nieuwe Driemanspolder. Het bouwwerk wordt ook een schakel tussen de Zoetermeerse parken met grote landschappen in de buurt. Het Groene Hart, Midden-Delfland, het Duingebied en het Westland. Het wordt een hele klus om de brug aan te leggen, want hij gaat over bestaande voetpaden, fietspaden, autoweg en een spoorlijn. Over een paar maanden begint in Den Haag een academische opleiding tegen internetcriminaliteit. Onder andere de TU Delft, de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag, werken aan de oprichting. De Cyber Security Academy leidt studenten op tot deskundigen op het gebied van cybercriminaliteit. Want er is een groot tekort aan dit soort knappe koppen. Urenlang niet bij je geld kunnen en betalingen via internet zijn onmogelijk. Cyberaanvallen lijken de afgelopen weken aan de orde van de dag. Mensen maken zich zorgen. Nou, als het zo doorgaat wel natuurlijk. Nou heb ik geen kapitaal en dingen, maar je bent natuurlijk wel zwaar de pineut. De Universiteit tegen Internetcriminelen wil hier wat tegen doen. Het leidt studenten op om deze aanvallen af te weren. Omdat die hacks en allerlei andere vormen van internetcriminaliteit zo aan het toenemen is, moet je toch een steeds groter aantal mensen hebben die daar wat tegen kan doen. Het bedrijfsleven begroet deze deskundigen met open armen. Uit onderzoek van het midden- en kleinbedrijf blijkt dat meer dan 60% van de ondernemers een aanval vreest. Want het kan grote financiële gevolgen hebben. Nou ja, als het betalingssysteem plat ligt, dat betekent dus dat je rekeningen niet betaald worden. En dat kan zijn via webshops, dat klanten dan zeggen van, nou ja, dan stel ik mijn aankoop uit en in het ergste geval, ik zie je vanaf. En dat willen we natuurlijk niet. Toch maakt niet iedereen zich ongerust. Cyberaanvallen bestaan al heel lang. Alleen nu is het pas bekend. Dus het komt wel goed. Dat maakt me totaal niet druk over. Nee, echt niet. Onterechte onverschilligheid, vindt Rob de Wijk. Hij sluit zich aan bij het advies om altijd genoeg cashgeld in huis te hebben. Want door de cyberaanvallen blijk je dus niet altijd bij je geld op de bank te kunnen.
Maar of hij dat zelf heeft gedaan? Nee, die vraag die verwacht ik al. Dat heb ik dus niet gedaan. Want ik behoor ook tot die mensen die denken, nou ja, we zien wel. Maar dat is dus ongelooflijk stom gedacht, ook van mezelf. In juni kunnen de eerste cybercrime-studenten zich inschrijven. De Haagse burgemeester Josias van Aartsen, de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de president van het ICC, Sang Yung-sung, slaan vandaag de eerste paal van wat ook wel het Vredespaleis van de 21ste eeuw wordt genoemd. De nieuwbouw van het internationaal strafhof komt op de plek waar vroeger de Alexanderkazerne stond in Den Haag, aan de Van Alkemadelaan. Verslaggever Maarten Brakema, wat wordt dat voor gebouw? Ja, dit wordt een enorm gigantisch groot gebouw. Dit wordt ook wel het Vredespaleis van de 21ste eeuw genoemd. Het staat hier op de plek, komt het van waar vroeger de Alexanderkazerne was in Den Haag. En de eerste werkzaamheden zijn al begonnen. Er is een enorme kuil, want het gebouw wordt deels verdiept aangelegd. Het wordt 454.000 vierkante meter groot. En het gaat straks onderdak bieden aan 1200 mensen. Ja, wat is dat eigenlijk, het internationaal strafhof? Ja, het internationaal strafhof is een relatief nieuw tribunaal. Er zijn 122 landen bij aangesloten en het gaat mensen berechten dat die misdaden hebben begaan tegen de menselijkheid, genocide of oorlogsmisdaden hebben begaan. En het gaat tot nu toe vooral om mensen die fouten hebben begaan in Afrikaanse landen. Ja, nu komt dat gebouw op een markante plek. Vlak bij de duin is natuurlijk ontzettend mooi, maar is dat zonder slag of stoot gegaan? Nee, in het verleden hebben daar veel mensen bezwaar tegen gemaakt. Onder meer natuurorganisaties die inderdaad bang waren voor de aantasting van het duinlandschap. Maar ook bewoners hier van het Benoordenhout. Die waren bang dat dit tribunaal, ja, daar werken dus 1200 mensen nu straks, dat daar enorm veel verkeer zou aanlokken. Dat het parkeerplaatsen zou opslokken. Maar ook dat het heel groot wordt, het wordt tamelijk hoog toch wel, en dat het uitzicht zou verpesten. Die zijn bijvoorbeeld naar de Raad van State gegaan, de hoogste rechtsinstantie in Nederland. Maar ze hebben uiteindelijk ongelijk gekregen, dus het gebouw mocht er komen. En de architecten van het gebouw zeggen dat het ook prima in het landschap past. Er komt bijvoorbeeld een grote waterpartij omheen. Ja, het waait hier behoorlijk. En ook een tuin die eigenlijk door het gebouw heen loopt, maar ook over het dak van het gebouw gaat. Nou, de eerste paal zit in de grond. Het is nog een zandvlakte zo te zien. Wanneer moet het gebouw af zijn? Ja. Nou, het gebouw moet eind 2015 klaar zijn en dan kan het begin 2016 in gebruik worden genomen. Dankjewel, Maarten Brakema vanuit Den Haag. Ja, Isabel van de Zandvlakte, weer terug in de studio naar jou. Ja, en vandaar weer naar een studentenhuis, want we gaan het hebben over een studentenhuis in Delft dat misschien wel in de prijzen gaat vallen. Maar eerst de eindexamens. Want goed nieuws voor eindexamenleerlingen die moeite hebben met Nederlands, Engels of wiskunde. Ze kunnen gratis bijles krijgen van studenten. Het project Students for Students is door jongeren zelf bedacht. En sinds gisteren kunnen middelbare scholieren zich voor de bijlessen aanmelden. Over een maand beginnen de landelijke eindexamens voor Deerdere, een 5 HAVO-leerling van het Maris College in Den Haag. Het gaat prima, behalve met het Engels, waar ze slechts gemiddeld een 5 scoort. Ik ben gewoon grammaticaal heel slecht en ik kan het wel praten, maar ik heb het gewoon nodig. Het is gewoon heel belangrijk om gewoon een goed cijfer te halen en alle hulp is gewoon perfect nu. Nu kan ze gratis hulp krijgen, een bijles. En het komt van Haagse studenten. Hoi. Hi, ik ben Deerdere. Students for Students heet het project. Studenten geven gratis bijles aan middelbare scholieren in de voorbereiding op de eindexamenperiode. Dit gedeelte, hij staat eigenlijk in de tekst hier. Rabab Hamish, tweedejaars international business student, heeft het idee zelf bedacht. Ik ben nu al bijna 4 jaar Haagse jongerenambassadeur onderwijs. En vanuit mijn functie heb ik dit project bedacht, omdat ik gewoon zag dat er ontzettend veel vraag was naar bijles en naar aandacht. Nou, dit is de meeting point. In elke bibliotheek in Den Haag is er een meeting point. En daar kunnen de leerlingen en de studenten elkaar voor het eerst ontmoeten. My family had just moved into a new house. And I had her heard. Wat zo mooi is aan dit project is, zij krijgen nu de kans om bijles te krijgen. En studenten die bijles geven, die kunnen daar weer mee studiepunten behalen voor hun studie.
En dat is niet alles, want sponsoren betalen 10 euro voor ieder bijlesuur. En de opbrengst gaat naar een goed doel, een onderwijsproject in India. Dus het ook gewoon voor meerdere mensen toegankelijk is en het niet zoveel geld kost. Want ik heb al heel veel bijles voor andere vakken. Het is heel fijn dat ik nu ook op Engels geholpen kan worden. 7 or 8, I promise. Yeah, I hope so. If I have a 5... No, you're not going to have a 5. No. No, I promise. No, I promise. Nee, ze gaat gewoon voor de 8. Tot nu toe hebben 40 studenten zich aangemeld voor het project. En bijlessen volgen, dat kan tot 15 mei. Dan naar de studentenhuizen. Want welk studentenhuis is het leukste van Nederland? Ieder jaar dan geven studenten uit het hele land zich op voor deze verkiezingswedstrijd. En op de derde plek van de ranglijst staat op dit moment Bar 89. Het optrekje van een groep vrolijke studenten uit Delft. Ik ben Suzanne en ik studeer bouwkunde. Ik ben Adriane en ik studeer technische bestuurskunde. Ik ben Dorian en ik studeer industrieel ontwerpen. Ik ben Mercedes en ik studeer ook industrieel ontwerpen. Ik ben Thomas en ik studeer bouwkunde. Nou ja, welkom in Bar 89. Dit is onze keuken. Hij is netjes en opgeruimd zoals jullie zien. En dit is onze bar die binnen 2 dagen opgezet is voor het klusweekend. Maar we hebben wel een nieuwe beamer. Onze eigen home cinema set, zeg maar. Volgens de eigenaren is het huis bij uitstek de gezelligste plek om te zijn. Vooral op hun bar zijn ze heel trots. De bar zijn we wel heel trots op, aangezien die best wel mooi geworden is. Ja, en de huisgenoten. Dat is wel wat het huisje maakt uiteindelijk, denk ik. In bar 89 wonen 16 studenten. Het aantal biertjes staat op 8 kratten per week. En hoeveel er dan nog van studeren terechtkomt? Ja, nou, dat ligt een beetje aan jezelf. Nou, ik zelf vind het altijd heel gezellig als het gezellig is. Dus ik vind het ook moeilijk om me ertoe te zetten om naar mijn kamer te gaan en te studeren. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die als ze willen studeren, zoals zij bijvoorbeeld. Ik sluit me gewoon op in mijn kamer. Ja, het werkt helemaal prima. Vrijdag wordt het winnende huis bekendgemaakt. En Bar 89 hoopt natuurlijk nog zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen. Wij zijn Bar 89! Benieuwd. En dan kijken we nu terug naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Menno. Vanochtend was er voor de derde ochtendspits op rij een fikse wisselstoring bij Randstad Rail. En uit onderzoek van Omroep West blijkt dat de wissels bij het Forenpark in Den Haag geregeld problemen opleveren. Problemen die helemaal niet nodig zijn. Meer nieuws is te vinden op onze website en natuurlijk ook op onze app voor uw smartphone of tablet. Straks kunt u hier weer helpen boeven vangen. Dankzij Team West met Kirsten van Dissel. Wij zijn er morgenmiddag weer vanaf 5:30 met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en maak er een mooie avond van.